Je begrijpt toch dat het voor kinderen niet leuk is om bij mensen in de buurt te zijn die zich zo slecht verzorgen? Ik weet niet, ik heb geen problemen met kinderen. Nee. Nee jongens, aan alle 40.000 leden, ontzettend bedankt voor je support. Maar de strijd is nog niet gestreden. Pas bij 50.000 betalende leden is onze reet gered en kunnen jullie onze video's blijven kijken. Dus help ons over die eindstreep, steun Poont en word lid voor eenmalig €5,72. En als we alle leden hebben, dan maken wij deze flessoldaat. Hohoho, huurlijk! We staan hier vandaag op Laan van Haagvliet nummer 48. Dit pand is een paar dagen geleden gekraakt en de buurtbewoners zijn zo bang geworden dat hun pand of huis ook gekraakt wordt. Dat er één ondernemer is die het heft in eigen hand heeft genomen en een matrasje in zijn kantoorpand heeft gelegd, zodat zijn pand niet gekraakt kan gaan worden. Kijk, omdat wij weten dat kraakers ons altijd zo goed te woord willen staan, bellen we gewoon netjes aan. En als we niet binnenkomen, dan forceren we gewoon het slot. Oh nee, dat mag niet. Maar krakers mogen dat wel. Persoonlijk, weet ik niet. Dag meneer. Hey. Kijk eens aan, jullie hebben het pand hier gekraakt om de buurt veilig te houden. En het huis van binnen netjes. Ja. Want jullie hebben ook een mooie advocaatbrief. Vindt u het zelf? Toch veel buren die zijn toch een beetje angstig om, over het publiek wat de krakers natuurlijk aantrekken. Ja, dat is zo, toch? Ja, want ze lopen hier ook met kleine kinderen over straat en is het niet zo leuk als er allemaal mensen in hele vieze kleren hier de boel komen verstoren. Ja, het zei zo, hè? Ja, want jullie hebben uiteindelijk gewoon de sloten opengebroken eigenlijk. Nou, dat zeg ik niet. Nee, zeg je dat niet? Nee. Vind je het niet zelf, denk je niet bij jezelf na van joh, ik zie dit hier en wat ik doe dat hoort niet? Nee. Want denkt u dat u zegt dat dit gesloopt gaat worden? Nee. Het gaat niet gesloopt worden? Nee. Maar dat staat wel in de brief. Nou, dat weet ik niet. Nee. En je komt ook uit een ander kraakpand vandaan? Ja. Hoeveel sloot heb je in je leven al gekraakt ongeveer, denk je? Dat weet ik niet. En met hoeveel mensen zitten jullie binnen? Ik heb, maar met mijn vriendin. Oh, jullie zijn met z'n tweeën? Ja. En wat gaan jullie doen als jullie hieruit moeten? Iets anders kraken. Zit je nou een wind te laten? Ja, ik kan er beter uit zijn, toch? Wat zeg je? Maar dit is toch helemaal, eigenlijk van God los? Mwah. Nee, vind je niet? Ik vind het wel bijzonder. Mogen we even binnenkijken? Nou, ik heb mezelf buiten gesloten. En waarom heb jij het recht om hier te wonen? Ja, ik ben Nederlander en ik mag ook niet op straat slapen. Nee, maar ja, je kan natuurlijk ook iets. Je probeert ook schone kleren aan te trekken en misschien gewoon iets van een baan te zoeken. Of een uitkering aanvragen, wat mij betreft. Dat heb ik. En je hebt al een uitkering. Ja. Maar daarmee zou je toch in principe gewoon ergens moeten kunnen wonen. Hoeveel is dat in de maand? Nou, dat weet ik niet. Ik heb dak en thuislozen. Dak en thuislozen, je hebt ook nog opvang, bed, bad, brood voorzieningen. Je hoeft geen enkel moment van de dag echt op straat te zijn als dakloos in Nederland. Je begrijpt toch dat het voor kinderen niet leuk is om bij mensen in de buurt te zijn die zich zo slecht verzorgen? Ik weet niet, ik heb geen problemen met kinderen. Nee. Nou, mensen werken er gewoon keihard voor. Ja, het is al best. En jullie denken dat je het zomaar kan krijgen? Nee, ja, je hebt gewoon recht op een dak boven je hoofd. Nee, ja, maar dat is er ook gewoon voor u. Ja, dat is er niet. Ja, hier. Ja, maar je hebt natuurlijk ook dakloze opvang. Hey, ga daar een keertje slapen en dan praten we verder. Nou, geniet van je pand in Voorburg. Ja, komt goed. Dag meneer, ja, we zien. Ze zijn met z'n tweetjes binnengetrokken, maar er staan hier al drie verhuiswagens, verhuiskarren voor de deur. Ze zijn uiteindelijk met veel meer mensen binnengetrokken. En wij wonen er zelf tegenover. En ik heb twee jonge dochters. En je voelt je niet op je gemak dat in een rustige woonwijk een groep krakers het pand binnentrekt of eigenlijk inbreekt. En het meest vervelende is eigenlijk, kwamen meerdere politieagenten, hebben echt hun best gedaan, maar die mogen dan niks.
omdat die krakers dan beweren dat ze er 48 uur of 36 uur al in dat pand zitten. En dan krijgt ook de politie ze niet meer uit. Ja, maar ze zijn in het pand getrokken om natuurlijk het pand te beschermen. Ja, dat zeggen ze, ja. Ze hebben ingebroken in het pand. En voor mij is het inbraak, zoals ik het gewoon als normaal als burger zie. Maar blijkbaar hebben krakers ook rechten om zomaar een pand in te trekken, daar spullen neer te zetten, hè, een bed en wat stoelen. En dan te zeggen dat ze er 48 of 36 uur in zitten. En ondertussen hebben ze dan het pand betrokken en niemand krijgt ze eruit. Er is contact geweest met de eigenaar, die zit op het moment in Zuid-Frankrijk. Ja, die was sowieso al helemaal over de rooien natuurlijk dat de krakers zijn pand zijn ingetrokken. Maar die gaf ook aan dat hij renovatieplannen heeft met het pand. Dus dat de krakers zeggen dit pand gaat verpauperen en we helpen jullie. Nou, dat is echt dikke onzin, want er zijn renovatieplannen voor dit pand. Kijk eens aan, u beschermt zich tegen de krakers van hiernaast? Nou ja, misschien niet van hiernaast, maar mogelijk als er nog meer komen. Hè, dat ik ze dus niet hier wil hebben. Ja, dit is een kantoorpand, dat staat ook tijdelijk leeg. Maar u bent er zelf maar in gaan wonen? Gaan wonen, ja. Op advies van de politie. Die zeggen van als het bewoond is of als er gewerkt is, als ze dan binnenvallen, dan kunnen we ze oppakken vanwege huisvredebreuk. Oké, okay, dus anders... jouw bed die ligt hier nu. Ja. Dus jij slaapt hier. Ja. En als ze dan binnenkomen, dan... Dan zou het, ja. En dat is een advies van de politie geweest? Ja, dat zeiden ze zo van. Ik hoef dat niet per se zelf te doen. Dat mag ook iemand anders doen. Hij zegt, je mag ook een anti-kraakbureau inschakelen. Dat studenten of artiesten bijvoorbeeld, die doen dat ook wel. Ja. En daar hebben we morgen toevallig de eerste, of toevallig niet, maar de eerste gesprekken mee voor een oplossing. Ja, en ze hebben uitkering. Ze hebben recht op, wel, ja. Ze hebben recht op onderdak. Over, ze kunnen naar het daklozen, de daklozenopvang. Ja, daar zijn ze niet tevreden genoeg mee. Nee, het moet een rijtjeshuis in Voorburg zijn. Ja. Ik hoorde van een agent die hier was. Hij zegt, ik werk nu al 5 jaar in Voorburg. Hij zegt, maar volgens mij is dit de eerste kraak in Voorburg. Ja, nou ja, maar ook nog eens gelijk. Ja, ik denk dat die politieagent ook minder mooi woonde dan die kraken misschien daar. Misschien wel, ja. Ja, misschien wel.